Lise Verijn, de Broken Circle Breakdown, première, hoe ging ie? Goed, denk ik. Ja, het is een super heftig stuk, dus ik ben nog een klein beetje aan het acclimatiseren. Je ziet dat misschien mijn ogen zijn zo wat doorlopen, maar ja, het is goed gegaan. Ja. Jij vertelt vorig jaar tijdens de Masked Singer dat zingen niet echt jouw specialiteit is, niet echt jouw habitat, maar het ging goed vandaag, hè? Het is goed gegaan, ja. Dat blijft altijd spannend, hoor, die liedjes. Ja, Roel is 1000 keer muzikaler dan ik. Dus dat is altijd mega spannend. Maar bon, die spanning zorgt natuurlijk voor extra adrenaline. En op dat moment kunnen die adrenaline omzetten in gevoel. Dus voor zo'n stuk kan dat wel, ja. Heb jij dan thuis heel hard geoefend? Heeft Aster jou mogen aanhoren? Aster heeft echt met heel veel horen oefenen, denk ik. Hij is gisteren komen kijken, hij is vandaag komen kijken, maar eigenlijk kende hij het stuk al, hoor. Dus ja. Hij heeft eigenlijk gewoon met jou meegerepeteerd. Hij kan Roel vervangen als hij ziek valt. Moest hij kunnen acteren, zou hij Roel kunnen vervangen. Maar dat gaat niet. Wat doe jij nu het liefst, theater of televisie? Theater en televisie, je kunt dat bijna niet vergelijken met elkaar. Want televisie, dat zijn altijd zo korte boogjes. Dat is altijd zo... Ja, een scène, dat duurt 3 minuten, zoiets. En hier het moeten 1 uur en 3 kwart, is het zeker van ons. Die boog is zo groot dat je moet iedereen meekrijgen. Hij mocht geen enkele keer uit de rol vallen. Dus het is veel intenser, dat alleszins wel. Dus ik denk momenteel zou ik theater kiezen. Perfect, dankjewel. Alsjeblieft.